Kijk en luister over 4 weken weer naar een nieuw avontuur van Kuifje. Op 21 april volgt het spannende verhaal De Zwarte Rotsen. Aan deze aflevering werkten in de hoofdrollen mee Martin Brosius, Koen Flink, Joop Doderer, Pieter Lutz en Wim Wama. Geluidstechniek en effecten Nick Lucas. Na synchronisatie Lucas Sound Studio Hilversum. Nederlandse bewerking, productie en regie Theo de Vos en Meta de Vries. Vergeet het niet, 21 april, AVRO, Nederland 1. Ja, en dat is even wennen. Ik heb gezelschap van Boudewijn Klap. Hij is hoofd van de jeugduitzending en radio. Het gaat over zenderkleuring en daarmee is het een aan de hand, ook wat betreft het radioprogramma. Ja, morgenochtend liggen om 7 uur een hele hoop, eigenlijk wel 10.000 kinderen klaar om naar Code Boswachter te luisteren. Een heel erg populair programma dat elke zondagmorgen om 7 uur wordt uitgezonden. Alleen morgen is de zaak totaal veranderd. Dan hebben we inderdaad die zenderkleuring gekregen. Betekent ook dat de AVRO Radio om 8 uur gaat beginnen op Hilversum 3. En dat betekent ook dat Co blijft, want het is een kinderpopprogramma. Blijft op 3. Alleen een half uur later, of een uur later. En in plaats van een uur duurt het maar een half uur. Dus morgenochtend om 8 uur, Co de Boswachter Show. Met iets nieuws, dat wou ik nog even kwijt. We zijn volop wat aan het repeteren, want voor het eerst komt er een eigen huisorkest bij Co, een popgroep die Nederlandstalige pop voor kinderen maakt. Dus morgenochtend vanaf 8 uur hoor je dus ook Nederlandstalige pop voor kinderen in Co de Boswachter Show. Ja. En nog eventjes, ik heb nog even 30 seconden geloof ik, het is morgen 1 april. Dat betekent ook dat we naast die zenderkleuring iets nieuws gaan introduceren bij de AVRO Radio. Daar beginnen wij mee. We gaan namelijk via een bepaalde methode, bepaalde geuren uitzenden. Dat kan. Dus tussen 8 en 8:30 zie je dus in Code Boswacht of hoor je en ruik je dus het een en ander. Bosgeuren. Dus bosgeuren. Ja, wat het precies is, moeten we natuurlijk niet verklappen. Want het moet een spannende quiz blijven. Mm-hmm. Morgenochtend dus om 8 uur begint de zenderkleuring bij de AVRO op Hilversum 3 met Co de Boswachtershow. Dus niet om 7 uur, 8 uur. Ja, en het is dan luisteren en ruiken. Hè? Misschien wel, ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Zeg, en dan wou ik nog eventjes, voordat je weggaat, want ik heb gehoord dat jij inderdaad bij een andere omroep gaat werken. Wou ik je nog even wat meegeven. Ik heb hier een hele hoop stickers van Co de Boswachter Show. Oh, ja. En nou leek het mij een aardig idee om jou deze stickers te geven. Prima, zodat je ze daar niet alleen op toiletten, maar ook in studio's overal kunt verspreiden. Nee, passend groen. Co de Boswachter. Nou, dat zal ik zeker doen. Hey, bedankt. Wij gaan naar Pim Jacobs. Pim Jacobs, ja. Morgenochtend 10 uur, dat wou ik nog even zeggen. Willem Duis, muziekmozaïek. Niet door Willem Duis zelf, maar door Pim Jacobs. Want Willem Duis zit bij het Songfestival. In Jeruzalem. Ja. En Pim doet het voor 1 keer. Voor 1 keer. Daarna komt hij weer gewoon terug. Goed. Vanavond is hij er ook, Pim Jacobs, in het programma wat u nu gaat zien. Music Gallery. Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom. U thuis, u hier in de studio, welkom op dit eigenlijk wat ongebruikelijke uur. Want u weet het, Music Gallery wordt meestal op die zaterdagavond laat uitgezonden. Daar leent de muziek zich nou eenmaal beter voor. Maar wat hebben we nu vanavond? Het Eurovisie Songfestival. En om dan 2 muziekprogramma's tegen elkaar aan te zetten, zowel op Nederland 1 als Nederland 2. Dat leek ons een beetje te veel van het goede. Vandaar dat de AVRO heeft gemeend om het maar wat naar voren te schuiven. En zo zitten we dan op dit vroege uur. Maar ik dacht,
Het programma zal toch zeker de moeite waard zijn. Er zit weer een zeer gevarieerd pakket van artiesten in. We hebben weer grote contrasten eigenlijk ook in de muziek. En dat kenmerkt eigenlijk het programma als Music Gallery altijd. Het is deels vocaal, het is deels instrumentaal. En we hebben ook weer gasten uit het buitenland gehad. Maar eerst willen we graag de spotlight richten op het orkest. Wat nu reeds eigenlijk twee seizoenen al zo voortreffelijk de diverse artiesten begeleidt. En dat is het Metropoolorkest onder leiding van Rogier van Otterlo. En we dachten, laten we nou eens dat visitekaartje van het orkest gaan afgeven door middel van een compositie. Kort, maar o zo gevarieerd. U zult dat zien op uw scherm en ook vooral horen. Alle secties van het orkest komen aan bod. Het is gecomponeerd door Rogier en het heet, ik zou zeggen, heel toepasselijk Metropool.